Trouwens, Chateau-Meiland huishoudt ze na, dus je mocht wat Martin betreft misschien wel mee verhuizen, wanneer de Meilandjes eind dit jaar Frankrijk achter zich laten. Maar heeft ze daar eigenlijk wel zin in? De engel van Martin, zoals hij haar eerst omschreef, kwam een tijdje terug als geroepen nadat huisvriendin Caroline Chateau Marilla ook verliet. Na, dus je mocht zelfs mee op vakantie, toen de van bekend maakte dat ze dit jaar nog terug verhuizen naar Nederland. In deze mega deluxe woonboerderij, vroegen wij ons ook meteen af: wat er moet nadusje? Het lijkt erop dat haar leven gewoon in Frankrijk blijft voortzetten. In de nieuwste aflevering van Online Reality Show: Wat wil Maxime zien we hoe Maxime, Erika, Kleine Klieren en Martin samen met nadusje op huisjacht gaan. Wij gaan naar het dorpje hiernaast om een huis te bekijken voor nadusje. Ze wil misschien verhuizen naar Aix-sur-Vienne, legt Maxime uit. Dit zou tevens dichter bij het château liggen, dus wil in. Laatst waren wij in een restaurant. Gaat Maxime verder, en raakte zij aan de praat met de kok. Die zei: Oh, ik heb net wat gekocht en ga het ook restaureren, en daarna in de verhuur. Dus wij gaan nu kijken of het wat is. In het filmpje zien we hoe het van het huis even grondig keurt. Gaat dit het nieuwe stekje van nadersje worden? En is daarmee haar mogelijke verhuizing naar Nederland van de baan? Waarschijnlijk wel. Of het moet zijn dat ze twee keer in één jaar van woning wisselt.